leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag wil ik jullie gaan vertellen hoe je de Power User functie kan activeren in Homey. En wat kan je met de Power User functie? Daarmee krijg je wat extra mogelijkheden in de Flow Editor. Zo kan je bijvoorbeeld Homey laten herstarten door middel van een Flow. En je krijgt bij de inzichten extra opties. Laten we eerst eventjes gaan kijken in de Homey app hoe je de Power User functie activeert. Als eerste open je de Homey app en dan ga je naar het tabblad meer toe. En bij het tabblad meer ga je naar instellingen. En als je bij de instellingenpagina bent, dan ga je naar experimenten. En bij de experimenten zie je Power User staan. En daarachter zet je het schuifje aan en dan worden de Power User functies geactiveerd. Dus dan heb je het eigenlijk al aangezet. Maar ik wil ook graag dat jullie even kijken wat voor opties je krijgt in de Flow Editor. Dus ik ga eventjes een nieuwe Flow openen. En dan gaan we beginnen bij de als kolom. En dan zie je hier bij de mogelijkheden ook systeem staan. Als je daarop tikt, dan krijg je voor de als-kolom de opties Homey is gestart en een app is gecrashed. Dus als Homey is gestart, kan je bijvoorbeeld een berichtje naar je telefoon laten sturen. Of als de app is gecrashed, dan kan je ook een berichtje laten sturen naar je telefoon. Of iets in een log weg laten schrijven, zodat je het een beetje in de gaten kan houden. Dat is dus de als-kolom. Gaan we ook even naar de N-kolom kijken. En bij de N-kolom gaan we weer naar het systeem toe. En dan krijg je de optie een app is ingeschakeld. Dat zou je dan als voorwaarde kunnen toevoegen. Dan gaan we even naar de Dan-kolom kijken. En bij de Dan-kolom krijg je drie opties. Herstart Homey. Dus je kan echt Homey opnieuw opstarten. Herstart een app. Ja, als een app is vastgelopen, dan zou je die dus via een flow opnieuw kunnen laten opstarten. En je kan een app in of uit laten schakelen. Dat kan ook wel makkelijk zijn als je een app is gecrashed, kan je hem in en uit laten schakelen. Maar als je bijvoorbeeld een of andere flow hebt waarbij de app daarna niet meer mag werken, dan zou je hem eventueel ook uit kunnen laten schakelen. Dat is de Flow Editor. Dan gaan we nog eventjes kijken naar de inzichten. Daarvoor ga je naar het tabblad meer. En dan zie je inzichten staan. Dan kan je dat ook op de computer zien. Dan ga je naar insights.homey.app. Dan kan je het gewoon netjes op je computer bekijken. Ik ga het nu even hier op mijn mobiel doen. Wat ook prima gaat. En dan krijg je tussen de inzichten krijg je een kopje. Systeem, hier staat hij. En dan krijg je geheugengebruik en gemiddelde belasting, die krijg je extra. Zo kan je een beetje zien wat Homey doet en wat het gebruik van het geheugen is in Homey. Dit zijn eigenlijk wel een beetje de functies met de Power User. Mocht je nou nog vragen hebben, dan moet je ze me even achterlaten in de comments. En ben je nog niet geabonneerd, zou ik het leuk vinden als je dat ook eventjes doet. Vergeet dan ook niet even het belletje aan te klikken. Dan krijg je elke keer een notificatie als ik een nieuwe video plaats. En dan wil ik je graag bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik je graag weer bij een nieuwe video.